We staan hier bij de Helmcross. En hoe gaat het tot op heden? Tot op heden gaat het hartstikke goed. We begonnen vanochtend met wat regen. En nou schijnt het zonnetje. We hebben hartstikke mooie wedstrijden gehad. Dus het gaat hartstikke mooi. Ja, en want dit doen jullie elk jaar toch? Ja, dit doen wij ieder jaar. In 2016 was de eerste editie. En we zijn nu inmiddels in 2024. En wij hopen dat Riesje voor te gaan zetten komend jaar weer. Ik zag ook ergens staan Limburg, dus er is ook een stukje Limburgse cross zit daarbij. Ja, dat klopt. We maken ook onderdeel uit van de WB Cross Cup. En de WB Cross Cup heeft zijn oorsprong in Limburg. Is Limburg Cross, zoals het zo mooi heet. En daar maken wij onderdeel uit. Wij grenzen natuurlijk net tegen Limburg aan. En het is een hartstikke mooie competitie om daar ook deel van uit te mogen maken en een wedstrijd voor te organiseren. Zo'n evenement, zorgt dat nou ook voor meer leden bij Buitenlust? Jawel. Je ziet wel, het heeft een bepaalde aantrekkingskracht. En we hopen natuurlijk ook dat mensen hier uit de wijk komen kijken. Daardoor ook enthousiast raken voor de sport. En op die manier ook kennis maken met de RTC Buitenlust. En wie weet komt er het volgende talentje wel weer uit voort. Want hebben jullie talenten zitten? Jawel, absoluut. Er zitten altijd talenten tussen. En in hoeverre dat ze echt tot aan de top komen, dat is altijd maar de vraag. Maar als je bijvoorbeeld vandaag terug in het profpeloton rondkijkt, dan zitten er ook diverse mensen met een buitenlustverleden. Dus dat is altijd wel heel gaaf. Ik keek bij ons even de berichten terug op de website en er waren nooit geen klachten geweest. En dit jaar begon het toch een beetje met klachten. Vanwege dat ze bang waren, de buurtbewoners, dat het terrein helemaal stuk gereden wordt. Hoe reageren jullie daarop? Wij gaan altijd naar de wijkraad toe om ook in overleg met hen samen te kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen organiseren. Zou het ook weer zo netjes mogelijk aan de wijk terug kunnen geven. Dan is het altijd jammer dat je niet iedereen een tevredenheid kunt maken. Maar gelukkig waren er ook heel veel positieve reacties erop. Die zeiden van hartstikke leuk, we komen kijken. En ja, kijk maar hier, hartstikke mooie locatie om te zijn. Dus ik hoop dat iedereen hier komt om te genieten van dit mooie evenement.